Dit is De Vierde Dementie. De podcast die ik maak in samenwerking met High Humans. Iedere maand praat ik met iemand die, in welke context dan ook, kan vertellen over geestverruimende middelen. Ayahuasca, marihuana, peyote, MDMA, je kent ze wel. Mijn gasten zijn artiesten en wetenschappers, ex-verslaafden en shamanen, ondernemers en denkers, maar ook gewoon oude bekenden. Mijn interesse in het onderwerp ontstijgt de term drugs of trippen. Uiteindelijk ben ik op zoek naar verhalen over het leven, over bewustzijn en de eindeloos prachtige en mysterieuze, maar evengoed donkere en verwarrende ervaring van het mens zijn. Ik ben Henk van Straten, welkom bij de vierde dimensie. Daan. Hey Henk. <laughs> ik lach omdat, uh, omdat het mijn eerste aflevering is ja. van, uh, van deze podcast, dus het is voor mij ook nog even wennen. Ik ben heel vereerd dat uh, ik je eerste gast mag zijn. Dat is superleuk. Ja. En wat de kijker niet weet is dat we net al een uur of twee uh, gekletst hebben omdat uh, de apparatuur nog niet uh, er stond. Wel langer, volgens mij. Maar goed, maar goed ja. Wel langer, dus we ja. hebben al een hele hoop besproken en ik zei steeds stop, stop. Uh, niet te veel vertellen. Nee, maar dat gaat helaas bij mij niet. Nee. nee. En ik ken jou al vanaf toen ik een jaar of 14, 15 was, alleen kende jij mij niet. Nee. Ik was, uh, ik was een punker en een gabber tegelijkertijd. Oh, mooie combi. Wat, ja, achteraf ben ik daar trots op. Maar toen was dat best wel moeilijk. Want uh, dan was ik naar een houseparty geweest, tot diep in de nacht. En dan de volgende dag stond ik op een, op een podium met mijn punkbandje. En dan liet ik bijvoorbeeld Express mijn Australië aan. Echt? En dat werd echt totaal niet geaccepteerd in die. Je in die dus uh, graag ik zong. Oh, je zong. Okay. Yeah. Ja. Jij bent ook wel een mannetje van alles geloof ik. Hè? Ja, en ja. ik denk dus dat dat, dat dat zeker in die tijd ging het om mij gewoon om dat ik extreme opzocht. En uh, de overeenkomsten tussen, tussen Gabber, jij bent het meest bekend omdat je een DJ was in de Gabbertijd. Ja. Voor degene die dat niet weten en die dit luisteren. Uh, de overeenkomsten tussen, tussen Punk en Gabber, die, die, die zagen mensen toen denk ik niet zo. Maar als je er nu op terugkijkt, had dat natuurlijk enorm veel uh, overeenkomsten. Namelijk totaal afzetten tegen de mainstream cultuur. Ja. Iets compleet nieuws en iets wat in de oren van de leek verschrikkelijk klonk. Ja. Gewoon als de um, meest. Al, als ik even mag onderbreken, was het in mijn geval wel even iets anders. Want ik um, was helemaal niet van plan om me af te zetten tegen de maatschappij. Ik, ik uh, was gewoon aan het experimenteren met mijn muziek. Ja. En. Uh, uh, je maakte een liedje en je dacht op een gegeven moment van hé, hey, maar wat gebeurt er als ik dit kanaal, de bassdrum, even iets in het rood uh, stuur? Hoe klinkt het dan? Uh, wa waardoor al mijn mede-producenten zeiden van het kan niet, het mag niet in het rood, het mag niet in het rood, dit niet, dat is, maar ik vind het juist vet klinken zo. Ja. Waardoor ik dan weer een tip kreeg van doe er dan een extra mengpaneel tussen, zodat die in ieder geval in het, in het groen blijft. Hé, hey, tof, dan kan ik hem nog meer oversturen. Het is voor mij een experiment veel in creatief. leven geweest. Ja, ja. het had veel, bij jou veel meer te maken met creativiteit en ja. muziek dan met het uh, op, opzetten van een subcultuur. Ik was niet boos op de nee. maatschappij, ik, ik was gewoon lekker muziek aan het maken. Nee. Dus die, 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 die gabber subcultuur die toen opkwam en wat echt een soort wereldverschuiving was, uh, en waar we het eerder ook al even over hadden, dat dat de enige Nederlandse subcultuur is die Nederland eigen is. Ja. Uh, rock and roll, hip-hop, blues, alle Komt andere al subculturen, die zijn altijd ja. geïmporteerd. Ja. En ik heb het idee dat mensen dat best wel vaak onderschatten, dat de, hoe uniek dat was. Ben dat je ineens kreeg. een soort subcultuur kreeg van, van met, met uniformen, Australië pakken en, ja. en die kenden elkaar en die wisten wat dat was en de rest van, de, van het land keek daar met uh, argons ogen naar. Het, 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 ik, nu, als ik er terugkijk, begrijp ik dat ja. toch wel een beetje. Alleen, ja, toen, toen, het, het gebeurde allemaal zo snel uh, dat. Uh, op dat moment heb je dat niet door, maar wat ik ook wel heel grappig vind eigenlijk is dat uh, het publiek heeft eigenlijk de subcultuur met die Australians en die kale koppen ja. zelf weer ontwikkeld, ja. want geen enkele dj had een kale nee. kop, ik draaide zelfs in een pak, ja. weet je wel, helemaal niet in een Australian. Ja dus... en als je foto's van jou van vroeger ziet, je had een staartje, ja ik had een staartje, en ja. Ik weet dat mij dat destijds ook al opviel als gabber zijnde, want ik conformeerde me enorm aan die, aan die subcultuur. Dus ik wilde zijn Australië en ik had Mike Air Max en ik had mijn uh, kaal hoofd. Ja. En toen viel het mij al op dat degene naar wie je luisterde, degene die de muziek kwam draaien, die leken er nooit zo uit. Die leken nooit op gabbers. Nee. Voelde jij je onderdeel van die gabbercultuur? Of voelde jij je veel meer onderdeel van uh, de dj-cultuur? Hoe, hoe ja, was dat? Dat vind ik een goede vraag wat je stelt. Ik, ik, uh... Ik denk, dat, ik denk dat ik het gewoon. Ik, ik heb me nooit grappig gevoeld of zo. Dat nee, ik, absoluut niet. Ik, ik heb, uh, in 2016 ben ik benaderd door Arno van Terpo om een biografie over mij te schrijven. Wat de fuck ouwe. Wat de fok ouwe. En dat wilde ik in eerste instantie helemaal niet. Uh, omdat ik zoiets had van ja, ik ben uh, een boerenlul, net als ieder, iemand anders. Ik, ik heb meer respect voor een straat te maken dan dat ik plaatjes draai. Maar hij zei: van, nee, maar ik, ik heb zoveel dingen over jou gelezen. Uh, volgens mij heb jij best wel wat te vertellen, uh, wat je meegemaakt hebt. En ik, ik heb het al, altijd gezien als muzikant. Ja. Nooit als een... Ik ben onderdeel van een gabbercultuur. Maar toen mijn boek uit was en geschreven was en ik las het, dacht ik van ja, dus eigenlijk ben ik toch een onderdeel. Ik ben, ik ben het begonnen ja. met een aantal andere mensen. Dus ja, ik ben inderdaad onderdeel van de gabbercultuur. Maar had je daarmee je je te maken in die zin, ik bedoel... De scheidslijn tussen de DJ Booth en het publiek, die er altijd is, ja. was die buiten de momenten dat jij aan het draaien was, uh, wel eens weg? Heb jij, heb jij veel met de gabbers zelf te maken gehad? Of bewoog jij je veel meer gewoon in kringen van medemuzikanten? Uh, Feesten jij wel eens met, met, met die lui met Australiërs? <coughs> nee. Met... nee ik ben, wat dat betreft ben ik best wel mensen schuw. Uh, ik zie het podium als mijn tweede huis en daar ben ik veilig. En uh, daar ben ik op afstand. En ik vind het uh, wel heel mooi om van die afstand uh, mensen heel blij te zien. Ja. Dat, dat doet me heel erg goed. Ja. Maar ik kan niet uh, in een festival gewoon even voor de lol. Nee. Want ik, ik word ook niet met rust gelaten. Weet je? je wordt aan alle kanten word je aan, aan je getrokken. En Laat mij maar lekker op het podium uh, staan, in, 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 in de VIP-zaal, daarachter, met mijn drankje en met de mensen van wie Dan die gekte, dat, dat heb ik nooit echt aangekondigd. Dus hoe, hoe vond je het om te zien dat er zo'n complete nieuwe subcultuur ontstond? Dat je op een centraal station in Utrecht, als er zo'n groot feest was, Van der Doom of iets dergelijks, dat dan zo'n zo station gewoon volliep met gelijk geklede... Ja, dat, dat is fantastisch. Uh, en ik, ik zou ook nooit de, de tijd vergeten dat je de illegale refs had. Dat je zelfs als in het busje in werd ge, gegooid. En Bijna geblinddoekt werd je ergens heen uh, uh, gestuurd of mm. gereden. En daar stond iedereen. Dat is, uh, ja. Over welk jaar hebben we het dan? Wanneer, wanneer was het voor jou? De... 91, ja. uh, dat was echt de explosie van die ja, hardcore cultuur. Toen, toen, het ging ineens zo snel. En dat is denk ik ook uh, een reden geweest. Uh, in die tijd werd ook mijn dochter geboren. Mm. Uh, Anouk. En, uh, en ineens was ik 21 en uh, ging ik al voor de tweede keer naar Australië. Uh, werd ik wakker in Barcelona terwijl ik in, dacht dat ik in Frankrijk was. Ik werd als een soort katapult werd ik afgeschoten. En, en, en dat was een hele rare gewaarwording. Yeah. Je? Dat, dat, je, wordt, je wordt zo geleefd ook op dat moment. Voelde je een, 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 een popster? Of nee, ster? nee, ik voelde me juist, ik werd heel klein. Ik, als kind, als achtjarig jongetje, luisterde ik naar de police. Ja. En wilde ik net zo goed kunnen drummen als Stuart Copeland, de drummer van de police. En toen had ik die roem en toen kon ik het niet aan. Toen ben ik me heel erg gaan verstoppen in alcohol en drugs. En, uh, het klassieke verhaal eigenlijk. Laat mij met rust, weet je wel. Ja. Dat je gewoon uh, uh, met je kinderwagen, met je dochter uh, door de Vijsselstraat in Amsterdam loopt. En, uh, Ajax had net gewonnen en die, 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 die tram komt voorbij en die, je, je ziet die hele tram. Ajax, Ajax. Hé, hey, daar heb je da -no. En toen ging die hele tram. daar, nou. Da -no. yeah, yeah. Ik verstopte hem achter de kinderwagen van van hey, hé, doe normaal, doe normaal, doe normaal. Dat is, uh, ik heb er nooit zo mee om kunnen, kunnen gaan. En hele, was, je, was je op die momenten, want het is best wel een klassiek symptoom, heel veel klassiek fenomeen, dat met roem, plotselinge roem, gaat snel. Uh, dan ontspoort je leven, dan word je geleefd, dan ja. verdwijn je in drank en drugs. Had jij op dat moment in de gaten dat je, dat je een soort stereotype patroon inging? Totaal of was niet. het van jou alsof het jou overkwam en je nog totaal niet wist wat dat inhield? Het, het laatste. Ja. Het laatste. Uh, het ging, maar het ging ook allemaal zo snel, weet je. En, uh, het ging bijvoorbeeld zo dat, dat Eer van, de, dat is de I van ID&T, Aardien, die belde me op woensdag op, we hebben, we hebben vrijdag, hebben drie, drie tracks nodig voor de voor nieuwe Tinderomse Amsterdam. Nou, dan ging ik meteen de dieren bellen, sloot ik me drie dagen op in mijn studio, ja. had ik niet. Of, uh, ik had, uh, de de pizzacourie kwam weer langs en op een gegeven moment, uh, na drie dagen had ik uh, uh, mijn benen zo op, allemaal flesjes schroos, ja. maar, maar mijn, drie, mijn drie liedjes waren af. En ja. ik het, dat bandje hadden we toen nog, een heel klein bandje, had ik op tafel gelegd en, uh, uh, en, en toen pas kon ik slapen. Je, dat, dat was die, mijn leven. Die, die, die Thunderdome cd's, die kan ik me nog heel goed herinneren natuurlijk, die werden ook met zo'n enorm tempo werden die uitgebracht. Niet normaal. En daar moest er steeds muziek voor zijn. Ja. Dus die druk die, die werd op de dj's voornamelijk geplaatst. Ja, 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 ja. maar goed, je, je verdiende dan wel weer 40.000 gulden. Ja. Nou, dus, dus waarom niet? En. En Maakte hij je, je wel eens zorgen als je, als je zo'n ineens die drie tracks moest maken en je sloot je op en je liet een dealer komen? Was jij iemand die, 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 die dacht, oh jee, als dit maar goed gaat, of ben ik nou niet aan het ontsporen, of is dit wel verstandig? Of was er geen stemmetje dat zei, hé, hey, let op, was dat gewoon allemaal? Nee, vet dat was geen cool stemmetje die zei van, uh, pas op. Nee. Het ging goed. Uh, ik had toen een, uh, de moeder van mijn dochter Sandra, die heeft alles met me meegemaakt en die, uh, die steunde me ook. En steunen in de zin van, hé hey Daan, uh, let eens een beetje op jezelf of steunen van, prima, lekker doen. Uh, Doe ik, gewoon ik, lekker je ding. Ja, en, uh, ik let wel op onze dochter en jij kunt je opsluiten. Nou ja, dat is dus weer het gekke. Ik ben, ik, ben, ik ben ook een ontzettend familieman. Dus ik was zeg maar maandag, dinsdag, woensdag, donderdag was ik thuis. Yeah. Ik had mijn geluidsstudio aan huis in een tuinhuisje. Dus ik heb ze leren fietsen, ik bracht ze naar school, ik haalde ze tussen de middag op. Uh, en, ik haal, en aan het einde van de dag haalde ze, was ik lekker aan het koken en aan het doen. Maar van donderdagavond tot en met zondag was ik weg. Ja. Dus dat... Uh... Maar hoe is dat te combineren? Want, want je moet dan toch door, door het slaapgebrek gedurende die dagen dat je je opsloot. En het gebruik van... Wat gebruikt hij dan? Speed om wakker te blijven? Koken of... Kouk, of kouk. Uh... Ja. En dan... Ik ben ook een type, uh, zo ben ik mijn hele leven geweest, ik heb geen middenweg. Dus toen ik aan de ecstasy zat, nam ik 13 pillen en nog eentje voor het slapen gaan. Uh, voor het slapen gaan? Ja, nog even eentje voor het slapen gaan. En, uh, dat is wel kan. Met kook was het gewoon, uh, ik haalde 5 gram om die drie dagen door te, door te komen, maar de tweede dag moest ik alweer bellen want het was op. Ja. En met LSD heb ik hetzelfde meegemaakt. Uh, uh, ik deed het om de dag, want ik wilde weer dat meemaken wat ik. Toen had gezien. Maar het klinkt een beetje en dat beeld begin ik ook wel, misschien een beetje van jou te krijgen, is alsof jij dan ook, dus gewoon door kunt. Ja. Iemand als ik, uh, in, in, in mijn harddrukstijd, ik moest daar ook een enorme prijs voor betalen. Meteen. Dus als het was uitgewerkt, nee, diep dal, depressief, trillend, ik, labiel. Ik, dacht, ik, ik had daar geen tijd voor. Nee dat, dat, nee, dat als jij gewoon weer voor je op maandag weer gewoon voor je kind leerde fietsen. Af en toe wel dronken naar school gebracht. Dat ik, nog, ik ging nog door. Het is absoluut wel gebeurd. Maar je had dus eigenlijk nergens last van. Nee, maar ik had ook geen tijd om ergens last van te hebben. Ja, maar dat vind ik, dat, dat geloof ik nooit. Dat want, is, dat want is, ja, het is echt zo. Ik, ik geloof ergens wel dat je, als je zegt, oké, okay, ik moet nu gewoon dingen doen. Dus de kater die ik heb, die, die negeer ik. Maar als je mij drie dagen opsluit in een studio <coughs> met een paar gram kook en avonden doorhalen... Dan kan, dan kan ik niet maandag besluiten: hé, hey, ik heb geen tijd voor een kater, ik moet gewoon dingen doen. Nee. Dan, dan lig ik huilend onder mijn bed. Ja, maar ik dus niet. Wat ik dan deed, dan bracht ik mijn dochter dronken naar schoon, dan pas ging ik slapen. En Dan zet ik me wekker om uh, half drie, want om drie moest, moest ik er weer ophalen. Dus dat was dan mijn rustmoment. Dus eigenlijk kon je daar gewoon te goed tegen, bijna, zou je zeggen? Ik heb, uh, wat dat betreft, best wel denk ik, ook een uh, vrij sterk lichaam. Ik, uh, ik, ik heb heel veel kunnen in, incasseren. Ja. ja. Uh, ik ben nu al anderhalf jaar clean, ik drink nog wel, maar uh, ik gebruik niet meer. Ik voel me echt een veel beter mens daardoor ook. Uh, op een gegeven moment gaat de drugs jou ook inhalen. Ik wilde net zeggen, wanneer, want, want oké, okay, dus je, je zat op die piek van, van uh, Jeroen, die, tenminste die, 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 die hardcore gabbercultuur die explodeerde enorm. Ja. Dus je moest steeds tracks aanleveren voor uh, Thunderdome verzamelde ja. cd's. Ja, en, maar ook uh, Malcolm Records en andere platenlabels. Precies, en... ja ja, tuurlijk ja. Ik, ik mocht van mijn hobby mijn werk maken en er is niks moois. weet je wel. Dus dat doe je dan automatisch. Precies, en zo, dat is dus eigenlijk een soort gouden tijd waarin je ook wordt geleefd en er gebeurt heel veel. En ja. je kon dus die, die, die nachteloze weekenden, slapeloze weekenden met drugs, kon je combineren met het vaderschap. Ja. Dus dat moet even gevoeld hebben als, oké, okay, nou, dit is, dit is gewoon een, dit gaat prima zo. Dit ja. is een stabiel leven. Ja. Maar dat moet ergens natuurlijk zijn gaan... Knare klemmen of kantelen, want, want, want je, je geeft wel aan dat op een gegeven moment uh, je ermee wilde stoppen of zo. Je, je hebt dat blijkbaar dus niet altijd vol kunnen houden. Uh, nee, en daarbij komt wat ik net al tegen je zei, dat ik eigenlijk best wel diep van binnen een familieman ben. Dus ik, 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 op een gegeven moment ging ik ook vreemd, omdat ik, uh, ik voelde me eenzaam ook. Hmm. Weet je, ik zat maar in een hotelkamer, 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 hotelkamer. Ja. Sandra ging wel mee naar de leuke reisjes zoals Australië en dat soort dingen allemaal. Maar de rest heb ik allemaal alleen moeten doen. En dan uh, word je op een gegeven moment word je wakker met een, uh, met een fles whisky naast je in het hotelkamer met een pornofilm die nog aan het draaien is, weet ja. je wel. Ja. Dat soort rare dingen allemaal. Dat, uh... En zijn dat dan, want dat is eigenlijk waar ik misschien naar, naar vraag of naar op zoek ben, met dat stemmetje dat dus zegt: uh, een stemmetje dat ik al eerder zou horen, denk ik. Van is dit wel wat ik wil? Of is dit, vind ik dit wel fijn? En jij kon dat dus best wel goed, hoorde je dat stemmetje niet? Nee. Maar dus zo'n moment alleen in een, in een hotelkamer wakker worden, en er staat nog een fles whisky en, en er staat nog een pornofilm aan, waren dat een soort van de eerste momenten waarop zelfs jij begon te denken: dit is een beetje. Ja, dit wil ik niet. Eenzaam en triest of. Ja, en daar kwam ik dus achter, terwijl ik als achtjarig jongetje graag zo beroemd wilde worden. Net zo beroemd als Sting van de police. En, en dan heb je het en dan kan je er niet mee omgaan. Dat, dat vond ik echt een hele nare ervaring. Ja. Dat ik gewoon niet trouw was naar de vrouw van wie ik hield, waar ik vijf jaar mee ben geweest. Ja. Dat is uh, iemand die ik gewoon niet wil zijn en die ik niet ben, maar toch heb gedaan, weet je wel. Dat is, uh, dat, dat, dat vecht uh, tegen elkaar. Dus ja. dat, uh, ik ben, ik ben ook uh, na Sandra, dat is de moeder van mijn dochter, ben ik ook altijd op zoek geweest naar een nieuwe Sandra en ja, ik was het kwijt, ja. dus ik, ik had alles, maar ineens was ik alles kwijt, ik ben toen ook gaan zwerven. Want, want je zegt nu toen, uh, maar dan slaan we natuurlijk een stukje over, want je vanaf dat moment dat je dus realiseerde, hé hey, ik ben eenzaam, uh, is, is dat het moment waarop jij en Sandra ook uh, uit elkaar gingen of hoe, hoe is dat dan langzaam uh, gaan ontrafelen, hoe ben je gaan, op straat gaan leven, bij wijze van spreken. Nou ja, wat er, wat er gewoon op een gegeven moment ook gebeurde, dat is dan misschien toch het stemmetje uh, wat ik had. Ik, ik, op een gegeven moment kon ik ook niet meer tegen, tegen, tegen drugs, want ik, ik werd agressief ook. Omdat ja. ik niet met mezelf om kon gaan, ja. heb ik ook haar geslagen en zo, weet je wel. En, uh, wat, waren, wat waren dat voor momenten dan? Maar hadden jullie dan diep in de nacht nee, dat ruzie? Was ik, of wat, wat, wat Nee, was dat dan ik aan gewoon te weinig geslapen en te veel gebruikt en je hoefde maar dit tegen me te doen en ik was kribbig. En uh, uh, weet je, vertel mij niet wat ik moet doen, want ik weet het allemaal wel beter. Ja, en, ja, ja. ja dan kom je in een soort strijd met jezelf die, die, die niet fijn is, maar op dat moment had je dat gewoon niet door. Nee. Um, omdat je, je moest, je moest ook door, want als ik dat niet deed, dan... Verdiende ik ook mijn geld niet meer. En dan kon ik mijn gezin helemaal niet meer onderhouden. Dus ergens voelde je wel, diep van binnen voelde je wel, hé, hey, het begint nu zijn tol te eisen ja. op mijn leven. Maar je zat zo vast in een, in een verdienmodel en een levensstijl. Nou ja, ik was gewoon een, een rijke junk. Ja. Was, je, was je verslaafd eigenlijk? Laat ja, ik dat ik was, vragen. Ik was heel verslaafd. Ik, 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 ik kon niet zonder doop uh, draaien. Um, en dat heb ik. Uh, nu kan ik het wel. Nu geniet ik er ook veel meer van. En nu onthoud ik ook mijn sets uh, die, ik, uh, die ik draai. Want je weet eigenlijk, maar, maar weet ik, je nog veel van die Gouden Dagen van de gabbeltijd en jouw DJ-sets? Is dat één grote blur? Toen Arne dat boek schreef met mij, toen heb ik tegen hem gezegd, oké, okay, als we het dan doen, dan gaan we all the way. Toen, toen heeft hij echt, hij is twee jaar met het boek bezig geweest. Mm. Uh, omdat ik ook heel veel heb weggestopt uh, voor mezelf, omdat ik gewoon vooruit wil denken in plaats van achteruit uh, lopen. Ja. Uh, ik ben inderdaad ook heel veel vergeten. Uh, dat is absoluut een feit. en Dat hebben we allemaal moeten opzoeken via, 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 via. En wat ik je net al zei, als ik denk dat ik in Barcelona ben, maar ik word in Parijs wakker. Ja. 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 Het, het, heel veel mensen vergeten ook bijvoorbeeld een Armin van Buren en dat soort. Uh, Martin Garrix van nu. Het ja. is gewoon topsport. Ja. Je leeft eigenlijk continu in een jetlag ook. En het gaat snel. En die, die richten daar ook hun levensstijl op in, denk ik. Hè? Die moderne DJs, die gaan ook juist, weet ik veel, naar de sportschool. We hebben waarschijnlijk een personal trainer. Wij hadden uh, een pakje. Een diëtist en, en wij die... hadden een pakje kokende en papillen naast ja. de liggen. en nu hebben een banaan Ja, precies. Wel, dat is het snel verschil. Ja, zij beseffen dat het topsport is en dat je dus voor jezelf moet zorgen. Ja, maar dat komt door ons, omdat we hebben laten zien. Hoe, ja. jullie niet, ik, uh, hoe jullie waren het, de de de, de Precies. Hoe het ook uh, niet moet, zeg maar. Dat, uh, Even terug naar die, dus op een gegeven moment was het besef, ik ben verslaafd en je werd agressief. Zelfs op het, dus tot op het punt dat je tijdens conflicten met je ex uh, een klap uitdeelde. Ja. Is dat een soort om, omslagpunt geweest of ben je toen nog steeds verder afgedaald? Ik ben, uh, ik ben afgedaald? Uh, jaren, jaren bezig geweest om af te kicken. Ik kan ik je vertellen, ik ben uh, meerdere psychologen ben ik tegengekomen. Alleen, toen had ik weer een, een strijd met de psycholoog die ten eerste twintig jaar jonger dan ik was. En mm. Uh, alles uh, mij de les begon te leren alsof ik een 9-to-5-job had. Terwijl ik, ik heb een heel ander leven gehad. Dus ga mij nou niet vertellen wat, wat je wil vertellen, want ja. dat klopt helemaal niet. Jij hebt niet in mijn schoenen gestaan. Dus dat heeft jaren geduurd. Maar dat was, dat was misschien om, deels omdat zo'n psycholoog uh, te weinig bagage had om jou te kunnen begrijpen. Maar, misschien, maar misschien anderzijds stond jij ook gewoon er niet welwillend tegenover. Was jij ook gesloten? Zo van hé. Hey, Stond je het ook nog niet echt van open, misschien? Nou, mag ik jou een, 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 een voorbeeld geven? Ik heb ook nog een zoontje van zeven, Jari. Uh, Hele goede voetballer trouwens. Uh, en met zijn moeder. Uh, ik ga de naam niet noemen, want het, mm -hmm. ik wil, want Hoeft ik ook geen, niet? Geen mensen pijn doen. Ja. Dat heb ik één keer eerder per een podcast gedaan. Toen heb ik ontzettend op mijn zoon de mythe van de Gaat. Maar anyway, uh, uh, met haar kwam ik helaas weer in de visuele cirkel dat um, Ik wilde wat bestellen en zij wilde niet, maar toch deden we het wel. Bestellen heb weer, heb in de zin heb van een we dealer, we, dealer we, ik weer, bellen. Ja. ja, en maar ik heb ook een bouwbedrijf oh, vanaf 2002, dus ik werk, ik moest gewoon elke dag moest ik om 6 uur wakker worden. Daar wil ik het nog over hebben. Trouwens. Ja, ja, straks, nee, maar. ja, oké, okay, bestel. we. Begonnen, ja, toch? Zijn ja. We begonnen toch? <laughs> ja, <laughs> en um, uh, en, en voordat we het wisten, waren we van donderdag tot en met zondag waren we weer bezig. En dan kwam ik op maandag gewoon niet op mijn werk. En toen heb ik aangegeven: aan, uh, Lieve schat, ik wil dit niet meer, want ik ben mezelf weer aan het verliezen. Ik moet ermee stoppen. Maar dat is moeilijk als in een relatie, dat je alle, als je het allebei doet. Als je het allebei letterlijk vindt dan, er lekker er vind. heen, dan is, kom je er nooit uit. Al. Dan kom je er nooit meer uit. En dat, dat, nu kunnen we dat wel gelukkig tegen elkaar zeggen: Van hadden we dat maar gezien en hadden we er maar wat aan gedaan, dan was het misschien ja. niet zo afgelopen. En toen kwam ik dus iemand tegen, uh, wat nu ook net sinds vier weken weer uit is, maar die uh, Als die twee glazen wijn drinkt in een week is het veel, dan nee. laat ze waarschijnlijk nog de, de half uh, glas staan. Nee. Die kon ik de dag daarna door de dingen spoelen. En toen was ik vanaf 1 januari 2020, was ik er zo klaar mee dat ik, ik trok bij haar in en ik heb sindsdien nooit meer gezegd je trok bij haar in ja. en zij, was dus iemand die, zij is dus iemand die, die bijna niks gebruikt en amper drinkt zelfs. Ja, uh, en daardoor kon jij uh, jouw eigen gewoonte beter onder controle houden of gewoon zelfs afleren. Temperen. Ik, ik had laatst met mijn moeder ook over, die, die is gepensioneerd arts. Die zei, ik van, maar wat nou als corona over is en je staat weer elke week op het podium? Mm -hmm. Nee, ik ben er klaar mee. Dat weet je zeker? Ik, ik, heb, ik heb toen het net uitging... Met mijn relatie van mm -hmm. vier weken geleden ben ik bij mijn beste vriend uh, terechtgekomen in Zaandam. Daar logeer ik nu eventjes, toen ik mijn eigen woning weer heb. Toen he, zei ik tegen hem, Wim, ik wil dat je nu een pakje haalt. Een pakje kook. Hij zei: Nee, maar doe het maar. Ik zei: Ja, maar ik moet nu gewoon weer even snuiven, man. Kom op, ik moet even mijn ei kwijt. En, ah, oké. Okay. De dealer kwam, we maakten het pakje open. En ik kijk hem aan en ik zeg: Pleur weg, man. Mm. Dus weet je, dat, ik, ik voel. Ja, dat, yeah, dat is heel knap als je dan, of nou ja, knap. Dat zegt denk ik heel veel, als je het moment dat een envelopje open ligt, de drang kunt weerstaan. Dan is er inderdaad van binnen iets dusdanig veranderd. Ja, maar ik ben ook vanaf kind af aan bij een KNO-patiënt. Ik heb altijd oorontsteking met zomer, winter, winter, zomer. En op een gegeven moment, alles deed zeer ook. Ik ging wel één keer per maand moest ik naar de KNO-arts om te kijken, gaat het wel goed met mijn oren? Mijn oren gingen dicht zitten. Maar ik, dat heb, is, ik heb nu nergens meer last van. Maar dat zin. is dus relatief kort geleden. Anderhalf jaar geleden. Ja. En, en is het overdreven om te zeggen dat je dus vanaf die, zeg maar vanaf 93, 94, uh, tot aan anderhalf jaar geleden gewoon een gebruiker bent geweest? Ja. 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 Dus je, je, bent, je bent eigenlijk gewoon een, een, een ex-junk. Ja. ja. Dat, dat kan je wel zo Zeker. stellen. Ja, maar ik, ik, ik had geld, dus dat heeft me ook weer gered in a way. Als ik ook nog eens een keertje geen geld had en ik ging uh, mijn verslaving achterna, dan was ik waarschijnlijk ook nog helder in de schulden terechtgekomen. Ja. ja, precies. En ik, dan, kon, dan ik, ik kon het, het niet betalen, weet je wel. Ja. En dat uh, het klinkt dan stom, maar dat is misschien ook een soort van redding geweest of zo. Dus het is moeilijk uit te nou, leggen. Het, maar. Nee, ik snap het wel. Ik denk als je, als je ook nog eens heel diep in de schulden zit, uh, dan is je zelfbeeld ook nog eens een keer veel lager. Ja. Waardoor het weer nog moeilijker is om van drugs af te komen, omdat het altijd iets compenseert. Ja. En hoe meer jij hebt om voor te compenseren, laag zelfbeeld, uh, gemis aan liefde, jeugdtrauma, mm -hmm. hoe, hoe groter die rol van drugs is in, het, in, in dat compenseerproces. Ja, precies. Dus het feit dat je in ieder geval geen schulden hebt, ja. ik, ik helpt ook altijd. Ik, met... ik ben nog wel alcoholist, denk ik, of in, in a way alcoholist. Ik, ik, ik door die scheiding van. Ja. Vier weken geleden ben ik wel weer heel veel gaan drinken. Ja, want we, we zagen elkaar vanochtend, uh, het is nu half drie. We zagen elkaar vanochtend om elf, elf uur. En dan bestel je een biertje. Ja, om elkaar te van gisteren weg te drinken. Uh, maar goed, ik ken mezelf ook alweer. Dat, uh, dit is over een week, twee weken is het ook weer klaar. En hoe weet je dat dan? Omdat ik mezelf niet eindelijk ken, denk ik. Weet je, het is nu gewoon even een uitlaatklep. Maar ik heb ook mijn zoon, ik heb ook mijn dochter. Hmm. Uh, ik heb ook twee kleinkinderen. Uh, je voelt dat dat... Ik, ik, moet er zijn. Ja. ik moet er zijn. Is alcoholisme door die hele drugsperiode heen ook dat naast? Heeft dat daarnaast gelopen? Of is, nu, nee, is, dat, is dat, dat nu dat, iets van dat, de laatste tijd om, om dat... Om, of iets, ja. nou, met, met, dus degene met wie ik nu net weg ben, dronk ik bijna ook niet meer. Weet je wel. Dat beviel me eigenlijk prima. Okay. En die wil ik ook weer ingooien, zeg maar. Ja. Je bent veel scherper. Ja, je bent veel... Uh, maar goed, ik heb ook een auto-ongeluk gehad in uh, september vorig jaar. En uh, ik heb sindsdien heb ik uh, uh, 24/7 een koppijn. Ook nog eens. En 5. het is ook wel erin ge geslopen om het niet meer te voelen, waardoor ik ook weer meer ben gaan drinken. Dat je het gewoon even kwijt bent. Vertel eens over je, over, want dat auto-ongeluk, hoe lang is dat geleden? Uh, 9-11, 2020, vorig jaar. Ik reed uh, op de A10 in Amsterdam met mijn zoontje naast me. In de smart van mijn toenmalige vriendin. En uh, ik reed op de rechterbaan. En uh, mijn afslag die was uh, de 106, is dat. Bij, Oost, bij Oostdorp, die was afgesloten omdat ze met nieuwe verkeerslichten bezig uh, waren. Dus we moesten eentje verder en ik reed ongeveer 15 meter naast mijn afslag. En ik zie iedereen voor me plotseling uh, best wel hard remmen. En het was mooi weer, ik had mijn zonnebril op. Mijn raam stond open en ik was lekker met mijn zoontje aan het kletsen. en Ik zie iedereen remmen. En in een reflex wil ik hem de vlucht zo opsturen. Uh, op en op dat moment kijk, je, maar achteruit kijk ik in mijn spuug gewoon en ik zie zo'n bestelbusje, zo'n stukendoors bestelbusje. Ja. Het, het was ook een door toevallig. Uh, zie ik een uh, rotgang op me afvliegen. Toen kon ik alleen nog mijn fuck uh, roepen. En ik, toen werd ik wakker op, op mijn zijkant met mijn kop op het asfalt Vaak. met mijn zoontje bovenop me. En ik doe mijn ogen open op dat moment komen er twee. Politieagenten met, met bivakmutsen op me afgerend van 2 meter 10 waren ze, superbreed, met half getrokken pistolen. Waar op dat moment in een gepanzerde politieauto waren ze een, een boef aan het vervoeren. Ik denk Taghi, want die zag ik volgens mij diezelfde avond op het nieuws. Wauw. Die ja. dachten dat er een ontsnappingsboging was. Oh fuck, die dus, dachten dit is in scène gezet, deze hele aanrijding. Ja precies, aanrijding. En, maar toen zagen ze gelukkig mijn zoontje liggen, toen deed ze meteen die bivakmutsen af en toen begonnen ze eerste hulp te bieden. Dus het eerste wat je, je zit in die shock van het ongeluk zelf, en je, oh, je doet je ogen open en je ziet, gebie, je ziet, je ziet agenten met bivakmutsen Ik denk, ga eraan. Het is klaar. Op dat moment was ik ook op Netflix een serie aan het kijken, dat heet Fouda. Dat gaat over de Palestijnse-Israëlse ja. conflicten. Ja. Ik, ik dacht, ik zit hier meer in. Ik ga, nu, ga ik, nu ga ik dood. Dit is het, is, het is gebeurd. Maar toen begonnen ze gelukkig te helpen en te doen en toen, pff, toen kwam ik ook weer een beetje bij me. Op dat moment heb je zoveel adrenaline. En je zoontje, was die, was die, was die nog bij bewustzijn? Of was ja, die... ja, ja, die, die, die was... Die... Kijk, ik heb waarschijnlijk mijn schap gezet, omdat ik die man op me af zag vliegen. En hij was lekker met zijn telefoontje bezig ondertussen waren we aan het kletsen. Dus die, die gasten zijn zo elastisch nog, als ze zo jong zijn. Ja, hij lag gewoon bovenop me. En toen... Ja... Uh, uh, dat moment herinner ik me eigenlijk niet zo heel goed meer. Wel dat we eruit werden getild door, uh, door die politieagenten. Maar toen zaten we naast de vangrail, voor de vangrail, uh, omdat je mag niet bewegen, omdat je moet eerst onderzocht worden of je geen... Ja, weet, zo ja, het, en ja. Dat ja. Soort allemaal. En toen zag mijn zoontje een politieman aankomen lopen en die zei: meneer, kunt u even mijn tasje pakken, want mijn voetbalkleding zit erin, ik heb morgen een wedstrijd." <laughs> <laughs> Gelukkig, met, met hem gaat het goed. Dus, maar de dag daarna ben ik helemaal in elkaar gestort, joh, en sindsdien uh, ben ik gewoon nooit meer hetzelfde geworden, dus dat is uh, best wel heftig. Je ging over de, je sloeg om omdat die, die bus die kwam van achter, ja. iedereen remde voor jou, jij, ja. jij gaat al de, 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 de vluchtstrook op en je remt ook af en die bus die klapt vol achter jou ja. ja. En daar ging, daar sloeg de auto door over. M omdat mijn wielen natuurlijk ja. al naar rechts stonden, heb ik die tik gehad, dus ging ik... Uh, maar weet je, ik moet niet klagen, ik heb dit nu. En maar het je ik... klaagt ook niet. Het is niet anders. Maar, maar wat heb je nu voor wat, mij? Wat heb je sindsdien. Ja, Vertel De... door jou ja, voor, voor je. Voor mij reden een vrouw, een gepensioneerde vrouw, in een zwarte Hyundai. Dat is gewoon een sardineblikje. Ja. Als ik er niet tussen had gezeten, was zij waarschijnlijk hartstikke dood geweest. Tussen het, die gepanzerde auto, ja. zij en het bestelbusje. Dus ik, ik ben even weg aan het verhaal. Was, waarschijnlijk ja. is een harmonica gewoon in elkaar uh, gedrukt geweest. Dus weet je, ik heb ook weer een leven gered. Heb je een bosje bloemen gekregen van me? Nee. nee ik, ik, misschien beseft ze het nog niet. Dat denk ik niet. Nee, niet de, die, is, die is blij dat ze Maar hebben. Ik ben daar heel blij om. Ik, ik, ik loop nu al acht maanden met constante koppijn. En ik kan niet meer een liedje maken. En ik, kan niet, ik heb dertig livestreams afgezegd de laatste zeven maanden. Omdat ik gewoon echt voor de grootste partijen ook cue dance en noem maar op omdat mijn hoofd kan het gewoon niet langer dan 20 minuten voorhouden. Wat zeggen de doktoren? Wat, wat, hoe, hoe noem je dit? Is het een, is het een chronische hersenschudding? Oh, het, is het... Het, is een, het is een nasleep van een hersenschudding. Maar ik heb natuurlijk ook het asfalt gekopt. En uh, ik ga, vanaf juni ga ik een uh, revalidatietraject in. Ik hoop dat dat gewoon heel veel gaat doen. Ik heb, uh... Wat zeggen ze? Zeggen ze, We kennen dit wat u heeft. Ja. En zo'n revalidatietraject kan daar wel degelijk bij helpen. Ja. En we zien dat, we zien dat optimistisch. In, of is het na nog maar de vraag het traject wat het gaat is het nog maar de vraag inderdaad of ik het allemaal uh, nog kan en wat ik wil. Uh, dus de, ik, het is voor mij ook nieuw. Ik, ik moet het allemaal gaan ontdekken. Dus maar, het, is een hele onzekere, uh, het is een hele onzekere periode weer. Periode, want, ja. want enerzijds ben je dus pas anderhalf jaar clean. Ja. Uh, je bent bij je ex weg. Je bent, je hebt een ongeluk gehad. Je gaat nog een revalidatietraject in. Ja. Je hebt al een tijd geen inkomsten? Nee, ik, 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 weinig. Weinig. Ik, ik krijg nu betaald door de tegenpartij van een verzekering, ja. maar niet wat ik uh, eigenlijk zou verdienen met mijn werk. En dat werk, hè, want uh, je zei, je werkte bij een bouwbedrijf. Ja. Ik, nee, ik heb mijn eigen bouwbedrijf. Je hebt een eigen bouwbedrijf. Ja. Hoe, want ik wil even terug naar uh, mega veel succes als uh, DJ in, uh, in in de jaren negentig grappertijd. Mm -hmm. Op een gegeven moment eindigde dat natuurlijk. Tenminste, ja. de, de, je kreeg de happy hardcore, het werd commercieel. De happy uh, hardcore is denk ik een uh, doodsteek geweest voor mijn genre muziek. En daarbij komt ook denk ik dat uh, bij wijze van spreken, het was zo groot en zo veel dat ik ook bij wijze van in de patatzaak moest draaien. Ik, dit is niet helemaal waar, maar het een beetje ja. een beetje. Ja, ja, hoe gewoon groot alle snabbels moest je aannemen om, om, om geld te verdienen. Precies. En is dus, dat, is dat dus een, een, begon jij toen steeds minder te verdienen? Toen die echte populariteit van, van die gabberperiode. Het stond in één keer stil. Het stond gewoon echt stil. Het, het in één het. Keer, keer was het finito. En dat was ja. Rond, ja. Welk jaar spreken we? Rond 2000. Rond 2000. Ja. Hè? Toen was het ineens dood. Want ik, ik herinner me ook nog wel, ik, ik was 15 in 1995. Toen stapte ik in. En ik denk dat ik net, dus een, ik was heel jong nog, ik denk dat ik net een gabber was. Werd. Op het moment dat je nog de. Je had die echte kant nog, die rauwe kant. Ja, ja 95. De echte, precies. de gabbers nog wel, maar de, het, er was ook al een vercommercialisering duidelijk gaande. Ja. En ik weet nog dat ik dan bijvoorbeeld naar een festival ging als, als uh, Mysteryland, mm -hmm. een heel groot openluchtfestival. En daar had je dan al bijvoorbeeld de Happy Hardcore tent. Ja, precies. Weet je wel? Precies. Dus er was al zo'n soort af. En daar, daar spuugden wij dan natuurlijk op. Ja. Dus dat, maar dat was al een soort afscheiding gaande ja, en ik denk zo, je, je dat ik een ja. jaar of zestien was, ja, toen kreeg je uh, de party animals. Je had zelfs de Gabber for Kids. Ja, je? Gabber toen... Pete, party animals. Ja. Vreselijk. Houd. En dat heeft even naast elkaar bestaan nog, die, die echte rauwe gabbercultuur en dat, en dat happy hardcore, maar toen, toen was het einde al wel ingezet ja. Het dus einde was de, ingezet. Dus en, 2000 uh, was het absoluut dood. Toen was het helemaal dood de enige die door is gegaan is DJ Promo, want die had een hele nieuwe... Uh, muziekstijl ontworpen. En die heeft het gelukkig in leven gehouden. Uh, want anders was het gewoon echt weg. Maar dat heeft me inderdaad wel verbaasd. Dat, dat al die grote grappige DJ's van toen, dus uh, noem ze maar op, Buzzfuzz, Gizmo, uh, Rotterdam Terror Corps, ja. uh, die bijna niemand van jullie heeft inderdaad zo'n soort evolutie daarna doorgemaakt, waardoor ze relevant bleven. Bijna allemaal zijn ze ook gewoon, als het ware, meegezonken met het hele genre. Toch? Of nou, ben ik dan... de, de Prophet is een voorbeeld. Die heeft op een gegeven moment vrij vroeg al gekozen om de hardstyle in te gaan. Dat is weer een andere tak. Maar ik heb het idee dat hardstyle, dat werd pas weer wat later groot. Na die, na die dood van Gabber was gewoon even dat hele genre zo goed als Zwarte weg. Zwarte bladzijden. Zo ja, zo voelt dus er zullen vast kleine ja. pockets zijn geweest waarin er nog... In, in, in clubs iets werd georganiseerd, maar ook hardstyle was toen nog niet groot. Dat is echt pas nou later ja, gekomen. Dus is, is wel iets later gekomen, maar dat, dat heeft het ook wel weer voortgezet, zeg maar. Alleen ik, ik, ik voelde die muziek niet, dus ik, ik had heel veel geld nog kunnen verdienen als ik hardstyle was gaan maken en, ja. en draaien. Maar ik ben een muzikant en als ik iets niet voel, dan kan ik het ook niet maken. Snap je ja. wat ik bedoel? Dus ja. dat kwam ja. gewoon niet uit mijn vingers. En maar dus uh, toen was geen... ik dus gedwongen, om ja. even terug te komen op je vraag, ja. om, uh, ik heb toch een gezin. Ik heb toch een dochter. Ik er moet geld op tafel komen en ik wist in die tijd niet eens hoe ik een lampje moest indraaien. En toen, uh, nou diezelfde Wim, waar ik nu even logeer uh, in Zaanstad, die had een uh, bedrijf in mechanische ventilatie. Dat is uh, uh, weet je wat je in je wc hebt, die die is met frisse lucht erin. En, ja, uh, ja, dat dingetje even, wat aangaat als je het licht aandoet. Precies, precies. <laughs> en die zei, kom, lopen even met mij mee. En, uh, nou, toen werkten we gewoon van 7 uur s ochtends tot 8 uur s avonds. Stonden we op daken die dingen aan te sluiten en te doen. En omdat ik zo gedreven was om mijn gezin te onderhouden, had ik het binnen drie maanden, had ik mijn eigen bedrijfsbus. En had ik 150 woningen op Eiburg in Amsterdam, had ik voor mezelf. Maar wacht even, je ging eerst met iemand mee, ja, iemand eerst, die al een bedrijf had. Ja, had en toen, hoe die kom die je dan me, ineens heeft, op een eigen bedrijf? Je heeft me geleerd. En toen. Uh, uh, ja, toen verdiende ik gewoon af en toe ook 900 euro per dag. En toen dacht ik, dit dit, dit, dit wil ik, ja. man. Want ja. ik was natuurlijk ook gewend om drie ton als DJ te verdienen. Dus ik, ik, ja, ik hou van geld verdienen. Want als ik verdien. En je ik... had een drugsverslaving, dus een de, drugsverslaving. die moest je ook onderhouden en kinderen? Ik had een duur leven, absoluut. Maar ik vond het ook heerlijk om bijvoorbeeld mijn ouders mee op vakantie te nemen. Die hoefden niks te betalen. Dan gingen we ja. s ochtends het eten, smiddags het eten, uh, s'avonds het eten. Genoot je ook van die vrijgevigheid. Ja. Was dat maar was dat ook een soort van la, je succes laten zien? Of was dat vooral gewoon ik wil zorgen voor de mensen van. Als ik het verdien, verdient iedereen van wie ik hou het, het om me heen ook. Dat was het meer. Vond je het lastig? Heb je het als het lastig ervaren om. om ineens een, een, een bouwvakker te zijn terwijl je daarvoor nog een. Uh, hele nee. populaire nee. dj was? Nee, nee 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 helemaal niet nee ik, ik, ik heb ik weet je ik vind ik uh, werk in de, in de bouw is hetzelfde als een liedje maken je begint met een krot en het wordt heel mooi hmm. en je maakt mensen heel blij en dat vind ik gewoon heerlijk ik vind ik heb heel veel liefde in mij en dat vind ik wil ik graag uiten en dit is een vorm van liefde uiten omdat je mensen heel blij maakt weet je wel dat is dat uh, eh, en ze betalen je ervoor ja. Dus, dus dat is gewoon een win-win situatie. Dat is, je er niet minder voldoening uit. Nee, het uit enige de dan uit... nadeel. Maar het kan ook af en toe een weer je voordeel zijn. Is dat ze je herkennen. Uh, ja, weet die je. Daarna nou, komt je huis. Wat verbouwen. doe jij nou in mijn huis? Ja. ja. nee, sorry, maar dat is mijn werk. <laughs> maar, maar, en dan maar, was er bij jou ook geen schaamte. Nee, ben je beschouwd. Want nee, niet. Ik, dat idee, dat beeld krijg ik dus ook van jou. Dat, dat je daar helemaal niet. Maar heel veel andere mensen uh, die aanzien hebben genoten. Dat wordt deel van je identiteit. En die zouden zich schamen als ineens ze worden herkend... door iemand bij wie ze de wc komen vervangen. Of ja. een, ik noem maar iets. Ja. Die, zouden dan, die zouden dan... Alsof ze zich voor lul gezet voelden. Van, oh, jij bent diepgevallen. Oh, nu ben je een bouwvakker. Oh, kijk nou, die, die, die succesvolle popster die komt hier uh, muurtje metselen. Ja. Die zouden daar een soort... Trots voor moeten slikken, terwijl ik heb het idee bij jou helemaal niet dat je daar last van hebt. Nee, 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 ik, ik, ik maak die mensen blij en het, uh, de situatie is niet anders. Maar het dus... heeft ook iets te maken met, met identiteit en, en hoe je jezelf ziet. Jij hebt dus nooit je identiteit opgehangen aan je succes of nee. aan sterrendom of nee. faam. Nee. Nee. Want daarom heb je het ook niet gemist dat dat ineens stopte. Althans heb je het gemist. Uh, heb, je die roem, heb je die roem gemist? Uh, om eerlijk te zijn, ja, nu mis ik het. Ja, de roem, echt nee, ja, dat mensen zeggen, het. Dano! Uh, wat zingt de duik weer? Een man weet pas wat hij mist, als het er niet is. Ja. Dus ja, dat voel, ik voel hem nu wel best wel keihard en uh, ik mis het ook heel erg. En, uh, uh, maar goed, het komt nu, nu, nu natuurlijk ook door het ongeluk dat ik gewoon alles heb moeten afzeggen. Maar, uh, Want mijn, wat deed je voor het ongeluk nog, qua muziek? Mijn allerlaatste optreden voor corona, Ik kwam 15 maart kwam ik terug uit Sint-Petersburg in Rusland. Een hele warme, leuke, lieve scene met ongeveer maar 300 mensen. Maar wel en heilig. wat voor scene heb je dan? Is dat dan nog steeds wel. Early hardcore? Ja, die willen. De, de, maar die de, zingen alles mee, hè? Ja. Dus ook alle Nederlandse samples kennen alles uit Maar je hoofd. wordt dus wel echt specifiek gevraagd om die periode, ik, de 90s. Ik, ik kom nooit, ze willen die shit horen. Ze willen die Toch? shit horen. Ja. Ik ja. maak zo... Ik, 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 Henk, ik heb met dichters gewerkt, met Herman Brood gewerkt, ik heb techno-dingen gemaakt. Uh, ik heb veel muziek gemaakt, uh, niks verkoopt, behalve Early Hardcore. Want yeah. je hebt zo'n stempel. Ik heb zo'n snelle discussie gehad met, uh, met Rocco, de, 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 de baas van Awakenings. Omdat ik met mijn tweede liefde buiten hardcore is techno. Yeah. Al sinds ik met elektronische muziek bezig ben. Dus ik wil een keer op Awakening staan. Precies, ja. want dat genre is groot genoeg om, om succes in te, te krijgen. Ja, techno maar, is, is al heel lang heel groot. Toch? Ja, ja, precies, maar hij zegt gewoon: Ik wil al die mongolen niet op mijn feesten. Dan, dan, dan ook al verander je je naam, mensen weten wie je bent en dan krijgen ja, al die gabbers hier ja, op, ja, mij, op mijn ja, festivals. Ja, ja. Ik boek jou niet. En dus. stel je staat onder een andere naam op Awakenings uh, met een techno-set ja. en daar komen die gabbers alsnog op dagen. Uh, denk je dan dat ze ook je gaan uh, dissen of gaan, gaan schreeuwen van we willen die, uh, die grabbershit horen? Nee, in het begin wel, maar nu is het, uh, is het, is het gewoon uh, omarmd. Dat uh, geloven de geheiligd geloof in. En, uh, dus. Maar dan zou dat toch wel moeten kunnen? Dan is dat toch ook een soort angstpositie hey. vanuit Awakenings om dat niet, niet aan te durven? Wil jij dat ook al? Ja, die ga ik zo Oké. Okay. Ja. Nee, maar zo denk ik er ook over. Vind je, vind je het, voelt het als een gevangenis nu, dat je, dat je dus alleen die, die early hardcore? Dingen het, mag het voelt zijn. een beetje als achteruitlopen. lopen. Je, je kan niet uh, je expressen met je muziek om vooruit te lopen. En hoe voelt het dan op zo'n avond zelf, uh, als je dus toch wordt gevraagd, laten we het retro noemen, voor zo'n retro avond. Hoe, hoe voelt het dan op het moment dat je staat te draaien? Is, draai je dan met tegenzin? Van sta ik nee. hier weer mijn oude kuntje te doen? Of, hoe is dat? Uh, soms wel? Soms wel, uh, maar als je dan toch weer de reactie van de, van de mensen ziet. Je moet ook uh, niet vergeten, we zijn inmiddels al voor de derde generatie bezig. Ja. Mijn dochter is 28 en haar vrienden vragen of ze op de gastenlijst mogen. Ja. ja, het komt weer terug ook, heb ik het idee. Ook ja. door die, die Thunderdome-documentaire. Uh, het zou mij niks verbazen als je straks weer Australiërs in het, in het straatbeeld gaat zien. Ik denk dat dat. Dat die nou, dingen nou, hebben altijd een. Ja, nou, misschien je, nu je, nog niet. Denk je, ik denk dat dat wel een keer gaat terugkomen. Ja, dat denk, je, ja, dat denk dat echt. ik echt. En ik wacht niet. er ook op, want ik wil er echt wel heel graag weer eentje dragen. Maar dus je dan. wil hem weer aan <laughs> ja. of, of een ja. maar Nee, maar, maar bijvoorbeeld zo'n uh, zo zo um, Rusland, zo'n Mexico, Colombia. Uh, dat, is, dat is toch anders, omdat daar. Is het daar voor het eerst? Sorry dat ik je onderbreek. Is, is het daar is... ook retro of is het daar nieuw? Early hardcore. Het, het, het is daar ineens heel, heel populair. Dat ah, ja, ja. is heel bizar. Dus, dus je herleeft het opnieuw. Begrijp je ook zeg? Ja, ja zeker. En, 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 en hebben ze daar dan ook een aparte uh, andere culturele uitingen? Hebben ze daar een bepaalde kledingstijl bij of is dat gewoon. Nee, wij zijn de, de leading roles hebben geweest. Dus mensen, Ik heb een heel mooi voorbeeld van je. We waren in Australië met de Dream Team, Bush, Bush, Prophet, Profit, Gizmo en ik. En op een gegeven ogenblik, we zien al die gasten in de Australian, zien, zien we hakken met uh, al hun bekken zo draaien en zo. En Buzzfuss die zegt, kom eens even hier, heb jij pillen bij of zo? Hij zegt, nee hoor, zo, waarom draai je dan zo met je bek? Ja, maar dat doen jullie toch ook dat zien we op die veneerbanden. <laughs> Weet je, dat, dat is ongelooflijk. Dan heb je dus echt een enorme culturele invloed gehad. Ja. Uh, ja, een, ja, ja. echt een exportproduct. Dat mensen inderdaad gewoon het dansje nadoen, de Australiën aantrekken Alles. en gewoon met hun kaken draaien terwijl ze niet eens doorhebben dat dat te maken had met, met het met gebruik ook. van harddrugs, Precies. van ecstasy. En, en, en dat houdt ons nog steeds in leven omdat we de pionier zijn geweest. En, uh, ze boeken ons nog steeds om te laten zien hoe het toen was. Ja. Dus ja, ik boeken ze je ook nog wel eens als dreamteam eigenlijk? Heel soms, ja. Alleen de Profit is ermee gestopt, die eh, oh, dat okay. uh, is mijn schuld hoor. Ik heb het uh, gewoon te veel verneukt met mijn, met mijn drugsverleden ook. Wat dan? Dat je Ja dat je gewoon, schuld... ik kwam niet opdagen. Oh, ik, ja. ik heb het zelfs een ge, keer gepresteerd, kom ik weer met naar Australië, dat ik gewoon mijn vliegtuigen gemist had. En toen was Sandra, de moeder van mijn dochter, die was al met die boys mee en ik werd wakker met een fles whisky naast me, zo Oh kut, ik moest het vliegtuig in man. Oh mijn. God. En toen uh, kwam ik een dag later. Dus, uh, dat werd en helemaal toen te... was Profit was daar helemaal klaar. Ja, ah, die werd helemaal net gek. Die zei van, uh, dit trek ik niet meer. Die, uh... Het is bijna een soort uh, Ozzy Osborne-achtig ja, is... verhaal. Ja, ook hè? Ja, ja, ja. Dat, de, die associatie had ik al wat eerder bij jou. Ik weet niet waarom. Los van het drugsgebruik of zo. Het is, je, je bent wel een beetje zo'n soort type ook. Oh, dankjewel. nee, jij bedoelt dus heel intens. Ik heb iets haar. Heel erg nu. Ja, nee dat wel, maar dus ook Mag ik nog een beetje uh, ja ja, tuurlijk. Nee, joh, en als je meer wil, je moet precies doen wat je, wat je wil. Um, Ossie, o, die, die, die vergelijking nog nooit gaat. Maar ook dus dat, dat, je, dat je eigenlijk dat te goed tegen kan als het ware. Ja, maar dat sommige te... mensen hebben dat. Ik heb ook wel in mijn vriendengroep dat ik iemand ken die waarvan je denkt ja, die, die kan dat zo goed tegen dat het dus een probleem wordt. Ik denk dat het heel goed kan zijn. Uh, hij is een als, je, lauw. als je. Hij is lauw, ja, dat komt ja, door het hartvuur. <laughs> Gooi er nog een blokje op. Nee, <laughs> uh, ja, maar je hebt ik gelijk, denk ik, stop, je dat dus als, als jij wakker wordt met een enorme kater. Ja. En, en je, of, of na een avond snuiven dat je denkt. Ik voel me het, het kleinste en meest labiele dat ik me ooit heb gevoeld. Ja. Dan word je meteen gestraft. En, en word je iets voorzichtiger. Als jij wakker wordt en denkt. Oh, ik kan wel weer een avondje feesten. Ja. Dan heb je dus veel minder uh, motivatie of een incentive, hoe noem je dat? Om, om te denken, hé, hey, ik moet misschien minderen. Ja. Dus aan de ene kant kan Kijk. je er beter tegen, wat goed is. En aan de andere kant is het feit dat je er beter tegen kan, is juist je probleem. Ja, maar eigenlijk kan ik er dus helemaal niet zo goed tegen. Nee, dat bedoel ik. Dat, ja. Dat, ja. Ja, maar gelukkig maar. Dus, ja. dus het stemmetje heeft toch overwonnen uiteindelijk. Snap je? Ja, want al die afkik momenten of psychologen, dat heeft dus allemaal nooit iets Hij gedaan. Heeft allemaal niks. Ik heb mijn eigen, open, mijn, mijn eigen ogen moeten openen. Dat heeft jaren geduurd, maar ik ben, ik ben inmiddels 51, mag het een keertje. Ja, maar het is gelukkig. ook wel een beetje dat ik gewoon om me heen kijk nu en ik heb mijn kleinkinderen, schatten van kinderen, ik heb mijn eigen kinderen en ik wil nog ouder worden dan 51. Ja man. Dat ben ik me ook gaan beseffen. Zeg, ja. ja. lig ik daar met een hartaanval of een hersenbloeding en dan ben ik er niet meer voor ze, weet je, dat kan niet. Ik heet leeflang voor me Dat zijn echt inzichten die nu. Komen. Die nu komen. En die, en die ik gewoon heel belangrijk vind. En die helpen bij het. Want dat moment van, van stoppen, hè, dat was dus toen jij een relatie kreeg met iemand die zelf en sowieso niet gebruikte en amper iets dronk. Ja. Daardoor uh, was het voor jou makkelijker om te stoppen. Ja. Maar was dat ook de reden dat je stopte? Of was dat. Nee, nee de reden heb ik je net al verteld. Ja, precies. Maar dat, dat, dat kwam dus allemaal samen. kwam allemaal samen. Dat was echt een moment van besef. Dit moet nu stoppen. Het was, het was in één keer op 1 januari 2020 en nu ben ik helemaal klaar mee. Ik word helemaal knettergek ervan. Ik heb overal pijn. Wij hebben alleen maar ruzie thuis. Ook niet goed voor die kleine. Ik ga niet meer naar mijn werk. Basta. Ja, dat is wel fantastisch toch? Dat, je, dat het dus niks is geweest, al die periode. Dat, dat is wel een bijzonder besef. Die hele periode van dat drugsgebruik is er dus niks geweest dat je had kunnen doen stoppen. Ja. Uh, Intervention, een vriend die zei, hé, hey, het gaat de verkeerde kant op. Uh, de prophet die boos wordt omdat je een vlucht hebt gemist. Ja. Uh, een ex die je geslagen hebt. Uh, een, ja, psycho een, een, psych een psycholoog ja. die zegt... Uh, ze de, al die dingen hebben dus achteraf gezien, hebben je nooit van dat pad af kunnen krijgen. Ja. En uiteindelijk, wat het, dan, wat het dan uiteindelijk doet stoppen, is jijzelf die gewoon op een dag wakker wordt en zegt, het is klaar. Ja. Dat is, dat is toch ongelooflijk. Dan zie je dan, dat, dat, dat ja, het zegt ook wel iets over hoeveel controle we denken te hebben over een ander of anderman's leven of hoe we daar iemand in kunnen helpen of sturen. Mm -hmm. En dat dat in sommige gevallen dus totaal zinloos is. Zinloos, ja. En dat Hij, het vanuit ik... iemand zelf. Ja, misschien kan ik een ander voorbeeld noemen. Mijn uh, schoonzoon, de, de vriend van mijn, de, de vader van mijn kleinkinderen, die heeft ook een uh, behoorlijk uh, drugsprobleem. Hmm. En ik heb hem ook wel eens geprobeerd uit te leggen: zolang jij het probleem niet inziet, is er geen houder aan. Mm -hmm. het begin, de helft heb je al gewonnen als je ziet dat je een probleem hebt. Ja, dat zit ook bij de twaalf stappen van. En uh, dan moet je die stap gaan maken om er echt, uh, echt mee te stoppen. Maar uh, heel veel mensen hebben ook altijd tegen mij gezegd: van, uh, uh, dan moet je geheel onthouden worden. Nee, dat maak ik zelf wel uit. Ja. Ik drink nu ook lekker een biertje. Ja, maar je geeft wel toe dat het nog een probleem is, alcohol. Nou ja, nee, toch, het is nu even, omdat ik net vier weken weg ben bij ja. degene waarvan ik dacht dat ik heel vermoeid. Ja, ja. Het is, het, maar het, de eerste zeven dagen was ik helemaal van het padje af. Uh, ik, ik heb geloof ik, in die zeven dagen ging ik op een gegeven moment de lege flessen wegdringen bij die vriend van me. Het waren gewoon drie boodschappen tassen vol, 35 uh, flessen. Hmm. En dan ook nog eens een keertje de halve liters uh, bier. Weet je wel. 8,6. Hele treetjes. Ja, ja, ja. Maar dan na zeven dagen denk je: ah Mijn ontlasting is niet meer goed. Daar ben ik er godsnaam mee bezig. Ik vreet niet. <laughs> mijn ontlasting is niet meer nee, goed. Nee. nou is mijn ontlasting ook niet meer goed. Je poept bijna, poep <laughs> bijna drank, weet je wel. Uh, ja. Dat, uh, dat, maar is er, een, is er voor jou een leven als. als uh, uh, hoe noem je dat? Gemiddelde drinker? Uh, 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 Iemand die, die denkt: het is weekend, ik drink een glaasje wijn bij het eten en, uh, en is is dat is het. Bestaat dat voor jou? Ja, dat bestaat voor mij. Dat heb ik nu anderhalf jaar gehad. Of een jaar en vier. Oh ja, je hebt dat dus anderhalf jaar gehad. En daar wil je naar terug. Dat, 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 dat is je streep. Dat gaat gewoon weer terug. Ja. Dat gaat gewoon gebeuren. Maar Geen... goed, ik ben nu even dakloos. En uh, Het is allemaal een beetje ingewikkeld. Ik ga ja. straks na het interview ga ik ook weer bij mijn dochter logeren, Maar morgenochtend, uh, morgenmiddag moet ik wel weer voor mijn zoontje er zijn dat je moet voetballen en bla bla bla. Ja. Maar, maar nu klinkt het alsof je nu, uh, want ik heb natuurlijk wat langer met je gesproken. Nu klinkt het alsof, het alsof je nu weer dakloos bent en er heel veel ellende is. Maar je hebt gewoon een, een huisje op het oog. Ja. Dus je, waarschijnlijk heb je binnenkort een vaste plek waar ja. je zelf woont die, en dan die is dat het. verzekeringsgeld komt om die periode te overbruggen. En dan is het een keer klaar ook. Ja. Je, en dan ben je gewoon een, een, een rustige drinker af en toe als het lekker is. Lekker bij het eten weet je, als je gewoon een biertje hebt onder het koken, vind ik heerlijk. Harddrugs is it. klaar? Wat? Harddrugs is dan klaar helemaal? Ja, dit is, daar ben ik zo klaar mee. Le maar waar Leke ik wel, wel naar benieuwd ben, hè, want ja. je hebt ook... Uh, LSD deed je wel eens? Ja. En dat is natuurlijk een heel andere categorie dan coke en speed. Uh, nee, niet te vergelijken. Je, nee, en ja. daar raak je niet verslaafd aan. Nee. Wat haalde je daaruit? Uh, dat was geen paardrug. Misschien, ja, dat klinkt zo stom, maar misschien dingen zien die je anders nooit gezien had of zo. Dat is niet heel moeilijk uit te leggen. Maar het is een bepaald gevoel, uh, hoe je naar de wereld kan kijken en naar mensen kan kijken. Het, het heeft ook iets gevaarlijks hoor, want hmm. ik heb ook wel eens gehad dat ik, stel je voor, ik had nu een tripje op en ik kijk je ja, aan, ik mag jou ja, niet. Ja, daar dus zit altijd Ik zie precies uh, hoe jij me. Schizofrenie, paranoia is licht op de loer. Ja. En dus dat is ook weer het gevaarlijke eraan. Maar ik heb ook, het is heel moeilijk uit te leggen, maar gewoon de wereld gezien die zo mooi is. Wat ik anders nooit op die manier gezien had, denk ik. En deed jij dat in een, in een, in een sociale setting, op een feest? Of deed je dat alleen in zo'n studio waar je dan opgesloten zat? Of wanneer, wanneer... Het mooie is, ik woonde toen nog bij mijn ouders. Uh... En mijn allereerste tripje, ik woonde toen beneden in, in het pand uh, waar we woonden. En, uh, mijn ouders uh, sliepen op de eerste verdieping. En ik kwam helemaal wappie, kwam ik thuis, jongen. Ik, ik denk, nou, ik ga maar slapen. Uh, volgens ja. mij was het pas negen uur 's avonds of zo. Ja. En toen kreeg ik ook meteen mijn eerste bedtrip. Bedtrip als in. Ja. Dat, ik hoorde mijn moeder stond. nog roepen: Daan, wat ga je doen? Ja, ik ga slapen, man. En ik lig zo op mijn slaapbankje en ik doe mijn deken over me heen. En in een keer denk ik, ah oh, Tering, wat wordt het koud? Man. Ik voelde zo'n ijsblok over mij en schuiven zo. Toen lag ik gewoon in een ijsblok. En toen dacht ik, hé, waar ben ik nou mee bezig? En ik draai me om en het ijsblok dat spoot in 180.000 miljoen stukjes zo. Ik zag het plafond zo naar beneden komen zo. En toen dacht ik, oké, okay, even normaal doen. Ja, het, maar dat gaat niet meer normaal. Dat dan gaat, dan. Niet, nee, meer. Dat dat gaat is, niet meer. Nee, dat is... Je moet, in de, de trein, je moet mee op de trein, Je moet mee op de trein in 12 12 en Dat de 12 zetten En dat gaat me door. Maar, maar, maar zelfs dat vond ik zo'n mooie ervaring. Dat ik dacht van, oké, okay, een dag niet. En dan, maar de dag daarna meteen weer wel. Dan deed je het alweer wel. Dus en dat dan, was ook meteen een iets, iets, iets dwangmatigs. Ja, meteen iets dwangmatigs. Want ik zeg dan wel, je kunt niet verslaafd raken aan LSD. En dat is ook zo op een, op een biologisch, chemisch niveau. Ja. Maar psychisch gezien kan je dus wel een soort van... Denken, ik moet het weer doen. Ik moet het weer doen, ja. want ik wil terug naar die kik. Het heeft wel... maar vier maanden geduurd. Het was klaar, want ik kreeg het nooit meer terug. Nee, maar ja, als jij um, een dag tussen twee trips maar laat zitten, dan, dan, dan werkt het ook sowieso. Ja, maar gewoon dat, gewoon dat weet je. Nee, nee, nee. Dat, dat, de, 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 je wordt meteen tolerant. Ah, dat bedoel je? Voor ja. uh, paddenstoelen, LSD, uh, je bouwt meteen tolerantie op. Ja. Dus, dus jij was waarschijnlijk, je wilde dat steeds terughalen, te snel. En dat lukte je niet, omdat je dus de hele tijd tolerantie opbouwde. Ja, maar dat weet je op, op die leeftijd niet. Of als je daarmee bezig? Weet ik ook, uh, wat zou het zijn? Het uh, ging zo. Ja. Denk ik. En hoe, hoe, is dat ook iets waarvan je zegt: dat heb ik voor altijd afgezworen? Gooi, ja. je, dat, gooi je dat op één stapel met, ik durf met niet coke meer. en speed? Je durf ik niet zou meer. het nog een keer willen, want ik, het is wel echt de mooiste drugs die ik ooit gebruikt heb, moet ik eerlijk zeggen. Alleen, het zou me toch niet gebeuren dat ik dan blijf hangen of zo? Ja, ja, ja. Je moet dan wel helemaal jezelf. Ja, je er is zoveel gebeurd misschien. dat je gewoon denkt. hé, hey, als het straks goed gaat. en het gaat goed met mij. Dan, dan draai ik gewoon even niet meer aan nog meer knoppen. Nee. Want. Ik heb Ik, heb ze <laughs> ik wat... mag blij zijn dat de machine draait zoals die precies. draait. Ja, precies. Ja, ik, ik heb ook inderdaad gewoon best wel veel gevoeld. wat dat betreft. en gezien. Dus het is misschien ook wel mooi geweest. Weet je wel. Ja. Dus ik spreek jou misschien wel gewoon echt op het, op het, op het moment dat. Dat jij eindelijk gewoon je, je, je nieuwe leven ingaat. En dat, ja. je, dat je een hoofdstuk hebt afgesloten. Dat ja, ik, is denk dit, ik denk het wel. Dat ja. is dit, dit moment. Daar, jij zelf lijkt daar zeker van te zijn. Ja, zeker. Ik, uh, ik, ik, ja, shit. ik heb uh, ja, Je mag ik, iets ik, niet ik, zeggen, maar ik, je bent ik, ergens ik, heel gelukkig om. Ja, precies. Ja. <laughs> ja. Ik praat ook heel veel met diegene en die is. Uh, ja, nog wel op zijn tijd van, weet je, lekker, uh, ik, heb, ik heb gewoon gezegd van nee, dat, dat, ja. ik kan het niet meer. Je bent, meer. ben je nergens in je hart meer bang voor een terugval? Nee. Dat is... Nee, weet je, maar net als met dit, ik, ik, het is nu uh, drie uur s middags en ik zit aan de bier en ik moet zo nog de auto in. Ik, 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 ik heb ook gewoon uh, acht jaar lang aan de verzekering vastgezeten die me gewoon geen uh, goedkope verzekering voor de auto wilde betalen, omdat ik was gepakt met alcohol achter het stuur. Ja, ja, ja. Uh, zonder rijbewijs en, uh, ik ben nu zelf aangereden en ik wil dat niet bij iemand anders doen. Dus, snap je wat bedoel? Jazeker, maar je stapt wel zo in de auto na het vier Ja, maar dan, dan is het ook alweer de... gezakt. <laughs> ja. Dan zijn we ook alweer een stukje verder. Het zijn kleine flesjes, het zijn ik, kleine heb, flesjes. ik heb ook nog water. Het dus. is eigenlijk geen, je kunt eigenlijk niet van bier spreken, het is een soort... Dit is een soort van uh, glaasje limonade voor nu, eventjes ja. tussendoor. <laughs> Daan, ik denk uh, uh, dat we het hebben. En, uh, Echt? Ja, ik denk het wel, want we zitten stiekem gewoon al heel lang uh, te praten denk ik, of niet? Hoe lang? Oh, we zijn een uur bezig? Oké. Okay. Laten we sowieso even pauze nemen. Dan kunnen dat we vind we altijd... je het leuk? Jawel, zeker wel. Jawel, maar ik zit ook, ik zit natuurlijk ondertussen zit ik te denken aan, uh, aan een soort, hoe het er straks als één blok gaat zijn ook, hè? Hoe, hoe lang het boeiend blijft, hoe lang het, uh, wat ik nog kan vragen. Oké. Okay. En er moet een soort natuurlijk verloop in zitten. En we gingen nu, dat, was, dat voelde gewoon wel goed, omdat we nu naar een soort van het goede einde uh, gingen. gingen. Weet je wel? Dus ik vind het sowieso fijn om even te, uh, ja, de, de geluid te kan, kan stoppen. Dit was de vierde dimensie. Een productie van mij, Henk van Straten en High Humans. camera-montage en geluid werd gedaan door Maxim Sakovic. De muziek voor en na de podcast is van Dylan C. Green. Het logo werd ontworpen door Rick Stabel en dank gaat uit naar Isa en Emily Davids van Speakeasy Agency. Tot de volgende aflevering.